Superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Voor de video van vandaag ben ik echt mega excited. Het is niet een originele video, dat wil ik ten eerste zeggen. Als grote Starbucks liefhebber kon ik het niet laten om dit niet te doen. Ik heb hier achter mij ook een bakkie koffie in een Starbucks beker. Of nou ja, mok. Altijd goed. Ik zag een video van Jamie voorbij komen en in haar video liet zij de Starbucks medewerkers voor een week lang haar drankjes bepalen. En dat vond ik heel erg interessant. Als ik naar de Starbucks ga, neem ik altijd hetzelfde. Ik durf bijna nooit iets afwijkends te bestellen of het moet echt een hele leuke naam hebben of dat de ingrediënten me aanspreken. Maar vaak blijf ik toch wel bij mijn to-go drankje. En dat is caramel macchiato met sojamelk. Dus ik dacht, weet je, ook al is het niet zo origineel, ik moet dit idee gaan uitvoeren. Ik heb er wel een kleine twist aan gegeven. In plaats van dat ik een week lang elke dag naar Starbucks ga, heb ik dit allemaal in één dag gedaan. Pittig heftig. Ik heb niet 10.000 Starbucks drankjes besteld hoor. Nee, dat vind ik ook best wel zonde. Ik ben uiteindelijk 4 keer naar de Starbucks geweest. En ik moet je zeggen dat ik het heel erg spannend vond. Dit is wel iets wat out of my comfort zone is. Want ja, ik vind het doodeng om iets te doen wat ik normaal gesproken niet zou doen. Dus mocht je benieuwd zijn naar wat voor Starbucks drankjes ik nou heb gehaald. Of nou ja, heb besteld op basis van de medewerkers. Kijk dan vooral verder. Doe vooral dat duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat vooral weten wat jij altijd bij de Starbucks bestelt. Misschien kan ik ook wel een keer een video maken dat jullie bepalen wat ik bij Starbucks koop. Dat zou ook wel leuk zijn. Oké, laten we maar snel beginnen met drankje nummer 1. Hi, een beetje een gekke vraag, maar wat voor Starbucks drankje raad je me aan? En wat is jouw persoonlijke favoriet? Een caramel latte? Doe die maar, dan probeer ik die wel. Daar heb ik dan mijn allereerste Starbucks drankje die ik niet zelf heb gekozen. Ik vond het heel awkward om het te vragen. Ik had het al subtiel gevraagd. Namelijk van wat zij mij aanraadt. Niet dat ik vroeg van, jij mag kiezen wat ik drink. Dat is een beetje gek. En dit vond ik iets minder ongemakkelijk. Ik weet niet of het te verstaan was in het beeld. Want ik wil natuurlijk ook niet mensen zomaar filmen. Ja, ze zei ook van het ligt aan je persoonlijke voorkeur. Ik zeg ja, het snap ik. Ik deed gewoon alsof ik helemaal nieuw bij Starbucks was en nog nooit wat had besteld. Ik wilde eigenlijk ook mijn stempelkaart gaan gebruiken. Maar ja, dat komt ook heel ongeloofwaardig over. Dus ik doe alsof ik gewoon nieuw bij Starbucks ben. En toen zei ze ja, ik vind zelf caramel latte en sojamelk heel erg lekker. Ik zeg doe die dan maar gewoon. En wat ik wel gelijk merkte, is dat ze mij gelijk de middelmaat of de grote wilden aanprijzen in plaats van de kleine. Nou, ik weet dat de kleine het goedkoopste is. Maar hier heb ik dan mijn tall caramel soja latte. En sowieso vind ik caramel macchiato heel erg lekker. Is dat eigenlijk een latte? I don't know. Deze is oprecht heel erg chill. Ik denk dat ik deze lekkerder vind dan de caramel macchiato. Of is dat hetzelfde? Ik betwijfel nu echt of dat hetzelfde is. Maar mocht je deze willen bestellen, caramel, soja latte, dus de afkorting. Dit is een goed begin. Misschien is het wel leuk om te weten bij welke Starbucks ik zit. Ik zit op het balkon van het filiaal op Amsterdam Centraal. Dat is zeg maar stationszaal. Je ziet daar mooi de klok. En door die ramen heen, daar is zeg maar Starbucks zelf. Hier op Centraal heb je 3 Starbucksen en ook in de buurt nog een aantal. Ik ben echt Starbucks kenner, ik weet echt bijna waar ze overal zitten. Maar dit balkon vind ik super chill. Eén, het is rustiger dan binnen. Het is minder awkward op de vlog, want hier zitten in totaal maar 3 mensen gewoon aan het werk. Dus dat is fijn. Over de ijsblokjes. Ik vind zelf een light mocha frappuccino. Ik wil die wel proberen. Ja. Nou, wij hebben de tweede Starbucks. Dit is een light mocha frappuccino. Ik had wel Ik had echt behoefte aan een koud drankje. Dus ik had gewoon gevraagd wat zij aan mij voorstelde voor een koud drankje. Dus het is een frappuccino geworden. Een white café of
white mocha frappuccino om precies te zijn. Mijn trein komt er nu aan. Ik ga de trein instappen en dan ga ik naar huis. En dan vertel ik straks wat ik ervan vind. Of nou ja, nu even snel. Lekker. Wow, dit is echt zoet. Kijk eens wie we hier hebben. Hoi. Ga maar proeven. Oké. Okay. Lekker. Niet meer lekker? Ja. Ik heb echt veel te zoet voor mij. Dit is wel lekker. Oké, nou dan weet je dat. White coffee mocha. Ik vind het thuis gewoon even wat fijner om te filmen dan in het openbaar. Ik moet straks weer weg. Ik dacht, laat ik gewoon hier een uitgebreide review doen over dit drankje. Nou, Ritchie vond hem lekker. Ik vind hem te zoet, want ik hou wel van zoetigheid. Maar het moet niet te zoet zijn. Er zit echt mega veel karamel in. Ik heb een hartje op de i gedaan. En ik vind hem niet verkeerd. Maar ik vind hem gewoon te zoet. Vroeger was ik echt helemaal obsessief met frappuccino's. En had ik altijd karamel frappuccino. Maar ik ben tegenwoordig er niet meer zo van. Meer van de iced koffie dan. Hi, misschien een gek vraagje. Maar wat voor Starbucks drankje laat je aan? Doe maar iets warms. Slecht weer. Ja, prima. Ja. Nou, ik vind het heel erg grappig wat ik nu heb gekregen. Het is namelijk mijn to-go Starbucks, wat ik altijd neem, namelijk caramel macchiato. Hij vroeg, ja, wil je een warme drank of een koude? Ik zei, ja, warm, want het is slecht weer. Het begint te regenen. Dus ja, nou, hier ben ik niet echt, hoe heet het, negatief over. Nou, mooie verregende hoogte. Heel mooi. Mensen. Heel slecht weer. Maar deze heb jij altijd. Ja. En voor de mensen die we nog niet kennen, die is weer, hè. Het is gezellig samen met mij dus weggaan. Ja, heb je deze al eerder? Ja, waarschijnlijk wel. Dat ik is best wel iets wat ik normaal ook zo neem. Aan jou de eer om eerst op te nemen. Ik hoop niet dat je het toch gaat doen. Zeer waarschijnlijk wel. Oh, die is wel echt heel lekker. Ja, hè? Die is wel heel erg goed. Wel lekker. Ja. Dit is gewoon jouw vee. Ja, dit is mijn standaard. Ik doe altijd deze maat. Ja, precies. En dan soms met sojamelk. In plaats van normale melk. Ja, het is wel lekker. Ik vind het niet erg dat ik deze nu heb. Volgens mij was die jongen net aan de kassa best wel confused dat hij aan de vroeg van ja, wat raad je me aan? Ja. Maar waarschijnlijk misschien vond hij jou gewoon een latte meisje. Ja, misschien. Wel. Ik weet het niet. Waarschijnlijk ook dat er veel besteld zou kunnen zijn aan macchiato. Het is ook wel echt een beetje een meiden van. Ja, dus ik ben wel blij dat hij heeft gekozen en niet een americano of espresso of iets in die richting. Zwarte koffie. Als ik dat zou krijgen zou ik eigenlijk best wel janken. Maar tot nu toe heb ik dat nog niet gehad. Nee. Ze kiest denk ik gewoon wat het meest voor bestelt. Ja, ik denk het wel. Denk ik. Of een persoonlijke favoriet. Eén van die twee, want de vorige twee waren een persoonlijke favoriet. Ja. En ik denk dat dit het meest voorkomen is. Volgens mij ging je met me flirten, want dit is nou, een gekke knipoog. Nou, het is een beetje gek. Een beetje gek, maar hey. Misschien een gekke vraag, maar wat voor koude drank raad je me aan? Thee of een refresca. Het is niet overdreven, maar ik kan 80.000 drankjes. Oh, 80.000? Ja. Heel veel siroop, heel veel mogelijkheden. Je kan alles mixen. Wil je ice tea? Ik heb nu frozen ice tea. Oeh, dat is wel, dat lijkt wel lekker. Het is zuivervrij en... Man, hoe dan okay. Maar. Ja, welke is lekker het lekkerst? Ik vind zelf een strawberry lime lekker. Tijd voor de laatste. Stiekem hoop ik op een van de nieuwste drankjes. Echt? Die hebben wij. Die hebben we gelukt. Nee, maar het is zo lastig. Want zij echt van, ja, ik kan als het ware 80.000. Ja. Maar ik was wel overdreven. Maar ze zei dat er gewoon zoveel mogelijkheden waren. Maar uiteindelijk is het gelukt om haar te laten bepalen. Het was ook niet zo druk. Nee. Dat helpt er wel. Want als het echt druk was, hadden alle mensen die zeggen, ja, nou, die smaak. Maar in de manier waarop het gevraagd wordt van ja, wat raad je me aan, werkt beter dan van doe maar gewoon. Ja. Ik vond het heel simpel gaan vandaag, maar wat we hebben is een ice tea, wat was het nou? Een soort van ice tea alleen op cappuccino. Nee, maar het is wel een soort van slush. Oh. Een slush puppy-achtige substantie. Ja, nee. Ik weet het niet. Strawberry en lime. Die vond zij heel erg lekker. Het is wel koud. Ik heb het best wel kouder. Ja.
Wat vind je ervan? Het is een beetje zuur. Is zuur door de lime misschien? Ja, lekker. Het smaakt een beetje... Dit is Masterchef. Ik geef het een 7. Nee, het smaakt een beetje naar munt of zo. Ik ben misschien een beetje... Ik ben gewoon raar. Oké, okay, wacht. Snap je wat ik... Wat? Snap je die munt? Nee, die munt. Oh, wacht. Nasmaak. Ben ik... Weet je waar het naar smaakt, vind ik? Maar. Wij hadden altijd zo'n kauwgom en die had een aardbeiensmaakje. Daar vind ik het naar smaken. Zo'n kleine kauwgombak. Ja, zoiets. Met zo'n vulling erin of zo. Ja, dat is heel random. Ik vind hem zeg maar niet verkeerd, maar ik proef wel de combinatie van lime en aardbei. En dat vind je niet lekker? Ja, jawel, maar het is gek. Ik zou die combinatie niet snel kiezen. Ik denk eerder dat dit een cocktail smaak zou zijn dan echt een slushpuppie smaak. Ja, ja. Maar ik vind hem niet verkeerd, maar het is wel heel koud. Maar voor een warme zomerse dag is het wel, ik denk wel ideaal. Ja. Ik vind hem niet verkeerd. Okay. Maar het is ook een soort iced tea dan eigenlijk, of niet? Is het een... Het is een... Hoe heet het nou? Een iced tea. Met allemaal andere dingen. Ik heb geen idee. Een van de nieuwste drankjes. Oké. Okay. Update over het drankje. We zitten hier denk ik ruim een half uur. En hij is nog steeds niet op en we delen hem. Ja, hij is best wel koud. Ja, ik ben nooit zo snel met zulke drankjes. Ik moet heel nodig plassen. Ja. Oh my god. Yeah. Willen jullie een slokje? Dat was me toch een dag. Oké, voortaan ga ik niet 4 keer op een dag naar Starbucks. Ik heb er ook bewust voor gekozen toen ik met Veerle was, dat ik niet ook zeg maar een drankje voor haar ging kopen. Meer van, ja, je weet niet wat je krijgt. Misschien krijg je wel 2 keer hetzelfde. Aan de ene kant zou dat wel zonde zijn. Ik moet je zeggen dat ik heel erg verrast was met de drankjes. Het waren geen gekke dingen. Het waren wel typische Starbucks drankjes. Zoals een latte, een frappuccino en het nieuwe drankje. Maar ik kreeg geen zwarte koffie of gewoon saaie dingen. Ik raad je zeker aan om dit ook een keer te doen. Helemaal als je niet weet wat je bij Starbucks moet bestellen. De medewerkers waren ook heel erg aardig. Dus dat scheelt natuurlijk ook. En laat me natuurlijk vooral weten of het je leuk lijkt dat ik een video ga maken waarin jullie, dus mijn kijkers, kunnen bepalen wat ik bij Starbucks bestel. Of bij iets anders. Misschien een fastfoodketen, restaurant, whatever. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!